Johan, is het recht dat Slot Jurgensen uit de selectie gezet heeft? Die wil hem niet meer hebben bij Feyenoord. Die zegt, nou ja, die toch... ik kan me voorstellen, als je trainer van Feyenoord bent... en je hebt Feyenoord al een heel jaar gevolgd... dat je de hoop opgegeven hebt. Want er gaat niets meer van die jongen uit. En er is geen enkel teken dat die jongen ooit nog weer de oude wordt. En dan wordt zo'n jongen een storende factor. En dan loopt hij eigenlijk alleen maar in de weg... Ja. Dus ja, ik begrijp dat wel. Hij heeft geen vertrouwen in die jongen wegwezen. Dan moet je ook geen energie meer in zo'n jongen steken. 16 miljoen ooit. Het is wel stoer van zijn gozer om na zo'n seizoen te zeggen... ik wil naar een andere club. Ja. En Wim? Maar die Dick die heeft hem dan... hoe lang Dick gezeten? Nou, twee jaar. Twee jaar bijna. Ja. Ja, die heeft hem elke dag meegemaakt. Ik dacht even nog aan het begin van... na de winterstop, dat was hij eindelijk een beetje fit. Ja. Het speelde hij wel redelijk. Tegen Ajax speelde hij ook nog wel vrij redelijk. Goed. En daarna was het helemaal over. Ja. Gewoon in één keer. Ik was ook niet kapot van hem, had ik de indruk. Hij speelde heel weinig meer. Nee. Nee, maar ja, goed. Ik heeft hem nooit helemaal laten vallen. Weet je wel, die heeft hem toch wel een beetje beschermd. Want ik kan me voorstellen als trainer dat je zegt... joh, ga jij maar lekker op een bijveld trainen, rondjes voor jezelf. Ja, maar Johan, hij had natuurlijk helemaal niet... Bozenik had hij nog. En, ja, maar die was ook... daar had hij helemaal geen vertrouwen. Nee, dat zei hij al na één training. Ja, zei hij. En die raakte ook nog geblesseerd. Ja. Nou, toen heeft hij Linssen, die kleine Linssen, nog een tijdje in de spits gespeeld. Argentijnen nog bij gehad. Dat was één groot feest. Ja, die Slot zegt nu... ik ga het doen met Bannis, Vente en Bozenik. Ja. Dat is alle drie niks. Dat gaat ook niet lukken. Nee. Dus die gaat dadelijk gewoon een leuke spits kopen natuurlijk. Als het Ja, maar als ze daar geen geld voor hebben... dan heeft deze jongen een groot probleem. Want je hebt het aan Jaap Stam gezien. Die werd ook binnengehaald. Eindelijk een trainer die bij Feyenoord paste. En dit is dan de trainer die waar Arnezen zich aan ophangt. Want Arnezen wil natuurlijk alles anders doen. Prima gedaan, die jongen bij AZ. Maar met dit materiaal breekt hij ook geen potten. Zo. Mis niks van de Oranje Zomer. Ga naar veronica-insight.nl.